Markske, je moet niet helpen, jongen. Nu je hier niet meer woont. Oh, maar dat is niks, maar ik doe dat graag. Dat doet me denken aan de goeie oude tijd. Ziet je? Ik kan het nog. Maar hier, goed nieuws voor Fernand. Er is weer een prijsduif voor een recordbedrag van 25.000 euro verkocht. Ja, ja, ja. Het krioeltier van de Japanners en de Arabieren die onze beste duiven komen kopen. Ja, wel, ze zouden beter die duivenmelkers erbij kopen. Dan waren we tenminste van Fernave. Ja. Dat is... Pascal, ik ben er mee weg. Voorbereidingen treffen voor morgen. Morgen? Wat is er morgen? Allee, de hoeveelste zijn we vandaag? De 31ste. 31 wat? Oh nee! Ah ja! Het is weer 1 april en dat is tijd voor varselappen. Oh nee, Xavier, gaan we toch weer niet vooruit zitten zoals vorig jaar, hè? Ik? Met al de bakken zoen aflopen om de moederkoek. Is dat het geen? Xavier, je kunt maar zien dat je Billy niks slapt, hè, dit jaar, want... Dat iedere vakse bakken, dat is gemakkelijk, hè? Ja. Bij mij zal hij het niet proberen. Het zou niet lukken ook niet. Nee. Wie dat het zal zijn, dat zullen we morgen wel weten. In ieder geval ga ik deze keer de hoofdvogel afschieten. Ja, zij maar gerust, zij maar gerust. Ben er mee weg, hè? Ja, dat is goed. Ja. Ah, dag schatje. Oei. Wat scheelt er? Last op het werk? Ja, Beke, wat scheelt er? Allee, kom, vertel dat eens aan ons tante Carmen. Kom. Wel, er is een wedstrijd voor de marketeer van het jaar. En ik wil die absoluut winnen. Ja, Beke, maar dat zou fantastisch zijn. Ah ja? Waarom? Ja, Mark. Dan word ik bekend. Ja, als jij dat wilt, dan moet jij ervoor zorgen dat je wint, hè? Oh, ja, Carmen, dat is het hem juist. Er is nog één klant, hè, die ik moet veroveren. En nu is er een ander stom reclamebureau met een stomme campagne. Mm-hmm. En nu wil die een stomme klant met hen in zee gaan. Stom, hè? Ja. Ja, heel stom. Kun je geen nieuwe campagne bedenken? Of met die klant nee, is nee, een keer... Nee, ik heb daar geen tijd voor. Waarom heb ik toch altijd tegenslag? Ja. Maar nee, Bieke. Je hebt mij toch nog? Ja, Mark. Allee, wat moet ik nu doen? Mijn hele leven is om zeep. Wow. Ja, stom, hè? Zeg, maar is er geen manier om die klant van gedachten te doen veranderen? Al wat je moet doen, is een kort rokje aandoen, uw knoppetjes wat openzetten, uw BH opvullen en eens lief lachen naar hem en dat is in de sacoche. Daar trappen wij niet meer in, hoor. Oh. Ja, hij ziet mij precies wel graag. Nee, nee, dat is geen goed idee. Bieke moet het spel eerlijk spelen. Oh, dat is... de kwezelbrigade. Nee, Carmen, Doortje heeft gelijk. Oh. Ik wil die klant krijgen, maar op mijn eigen kracht. Ja. En niet door mij te prostitueren. Ik dacht dat jij wou winnen, maar boe. Ja, Carmen, ik wil winnen. Maar ik heb ook mijn principes. Amai, Bieke. Jij bent gegroeid. Maar ik... Zeg, maar is dat niet dat rokje dat jij niet meer wilde aandoen? Omdat dan al de mannen naar u kijken. Ja, en dan? Ja, waarom doe je het dan aan? Mark, moet jij je nu echt met alles moeien wat ik doe? Nee, maar... Zeg dan van de eerste keer dat ik u bedrieg, hè? Oei? Omdat ik voor één keer eens een sexy rokje aandoe. Ho. Ja, sorry, hè? Ah, wel, hè, Mark, voilà. Voilà, ik zal mijn langste broek aandoen. Zo, is het lang genoeg voor meneer? Of moet ik het nog een beetje uitlaten? Maar nee. Ah, wel, nee, Mark. Ik doe dat rokje wel aan. En als ik daarmee succes heb, hè, bij mijn klant Filip, ah, wel, hè. Ah, wel, dat is de schuld. Oh, jij bent altijd zo jaloers, zeg jij. Mark. Jaloers een bok. Hallo, kazerne. Je spreekt met een terrorist. Ik heb deze nacht een bom gelegd onder de stoel van kolonel van de Zijpen. Hij ontploft binnen 10 minuten. Dat kan 5 minuten vroeger of 5 minuten later zijn. Hallo, meneer Bommen. Ministerie van Volksgezondheid. Excuseer.
Wij komen vandaag de fabriek inspecteren. Ook de boekhouding. Leg ze maar klaar. Zeg, is het plezant, jawel. Oh, ja. 1 april is de plezantste dag van het jaar. Ja. En wacht tot ik aan mijn meesterplan begin. Oh. Geef de suiker eens. Dat is zout. Oh. 1 april. Nozelaar. Bakjes, bakjes. Ja. Je hebt niet zo'n uur kunnen hangen. Kom. Ja. 1 april. Als je daar nu niet onmiddellijk mee ophoudt, dan gaat dat wel mee. Sophie, houd daarmee op. Ik vind dat niet plezant. Houd daarmee op, zeg ik. Dus, Xavier, stop daarmee. Zeg dit. Wat zeg dat toch eens? Xavier, word wakker. Xavier. Oh, nee. Het is niet waar, hè? Nee. Oh. 1 april. Dat was een goeie, zeg. 1 april. Vrouwen, hè. Niks gevoel voor humor. Salaam alaikum. Ook zoveel, meneer. Ik zoek Vechdal Kostekmans. Ah, dat ben ik. Aangenaam. Ah, gij, die grote, beroemde El Vechdal Kostekmans. Mijn naam is Ali Ben Ghali. Sheikh Ali Ben Ghali van Kuwait. Van Kuwait? Nee, Kuwait. Ah, wel. Dus een echte sheikh uit... Kuwait, welkom, Sheikh, in mijn nederige schattenkamer. Sheikh, hoe komt het dat u mij kent? Hoe komt dat? Wie kennen u nu niet, die grote, beroemde El Vechdal Kostekmans, grote antiquitair en duivenmelker? Ah, merci. En u bent dus helemaal alleen van zo wijd uit Kuwait gekomen om mij te bezoeken. Wel. Zeg toch niet op uw kameel of zo? Nee, met mijn Rolls Royce. Ah, met de Rolls Royce. Ik zie daar toch niet staan? Nee, ik chauffeur even car wash. Ah, vandaar. Ja, natuurlijk. En Sheikh, waarmee kan ik u een plezier doen? Hè? Je komt waarschijnlijk souvenir kopen om in uw tent te zetten in de woestijn. Ik heb hier een echte onvervaste manneke pis. Dus die van Brussel, dat is een kopie made in Taiwan. Hè? En dan hier, zeg, de zwaard van Alibaba. Hè? En dan hier een echte onvervaste Agusta-helikopter. Belgisch. Nee. Ik koop geen toeristenprullen. Ik interesse voor u, duiven. Duiven. Voor u, beste duif. Ik geef 1 miljoen Belgisch. 1 miljoen Belgisch. 1 miljoen. Man. Sinds 1 miljoen voor mij een Archibald. Zeg, helemaal. Heb jij zoveel geld? Och, zoveel als zandkorrel in woestijn. Hola. Oli. Allee. Hela, hola, Ali. Man. Soms wou ik dat ook een Arabier was. Bon, Sheikh, hoe gaat je dat betalen? Gaat je dat direct betalen of... Niks zo rap, meneer Kostekmans. Ah. In mijn land eerst mensen soigneren voor zaken doen. Ja. Goed, kom maar mee dan. Ja. Ik zal u de Vlaamse gastvrijheid, zeg, en de Belgische dagschotel leren kennen. Man, zeg, 1 miljoen. Hallo.
meneer De Donder. Bieke, dag Bieke. Ja, oh, pardon, ga zitten. Ik ben u heel dankbaar dat u nog eens met mij wilde praten over mijn campagne, meneer De Donder. Och, meneer, zeg maar Philippe, Philippe. Ja, ik kon dat toch moeilijk weigeren, man. Zo'n charmante vrouw gelijk, hè? Philippe, je doet me blozen. Maar bedankt voor het compliment. Ja. Ik moet u wel waarschuwen. Ik ben toch nog altijd wat meer te vinden voor de campagne van uw concurrent. Sorry. Kijk, ik heb alle gegevens nog eens meegebracht. Ja. Zo. En met onze contacten in de tv-sector kan ik u een veel diepere penetratie aanbieden. We zullen voor heel wat opwinding zorgen. En met 5% korting alleen voor onze belangrijkste klanten. Philippe, ik garandeer u een totale bevrediging. Ik verveel u toch? Nee. Wat vind je van mijn voorstel? Het is interessant. Het is interessant. Ja. Ik moet het natuurlijk nog voorleggen aan de grote baas. Rapport maken en zo. Je weet het, hè, Philippe. Een goed rapport, dat wordt beloond. Ik ga mijn best doen. Wow. Ik ga open met u zijn. Als het lukt, dan zit er voor u iets in. Voor u ook. Bon, het is al laat. Ik moet ervan door. Zo. Mocht u mij nog nodig hebben. Oh, dank u wel. Bedankt voor een heel vruchtbare ontmoeting. Zeker, zeker. Je kunt het. Zo, beste vrienden, mag ik u voorstellen aan mijn beste vriend uit Kuwait, Sheikh Ali Ben Ghali. Salaam alaikum. Amai zeg, een echte sheik in mijn café. Oh, waar heb ik dat aan verdiend? Aan mij, madame Pascal. Ja, dus de sheik die is speciaal uit Kuwait gekomen om mijn beste prijsduif Archibald te kopen. Zeg, mannen, voor 1 miljoen. Wat? 1? En daarom, tournée generale, hè? Ja. Gaat u toch zitten, Sheikh Ali? Ja, maar Paul, maar deze sheikh die spreekt toch geen Nederlands? Jawel, Doortje, jawel, jawel. Je zou bijna zeggen dat hem van bij ons komt. Oh, ja? Oh, meneer de sheikh, hoe komt het dat u Nederlands spreekt? Ah, dat is... Wij met... Oh, een echte Belgische pint. Veel rustig. Nee, dat mag niet, hè. Sheikh Ali, dat is alcohol, hè. En dan? Nee. Moslims die mogen geen alcohol drinken. Nee? Nee. Dat wil ze. Maar nee. Maar als ze op reis zijn, dat mag je allemaal wel. Niks van, trouwens. Ik zeg dat voor uw eigen goed, hè. Maar dan Pascal, geef hem een keer een munthee. Munthee? Ja, de munthee is veel lekkerder dan zo'n vieze pint. Bah, vies. Hallo, Bieke Krukke. Ah, Philippe. Wat een verrassing. Ah, morgen valt de beslissing. Ja, dat is goed nieuws. Nee, vraag maar. Ik zal het wel zeggen als het te persoonlijk wordt, hè. Nee, ik ben nog alleen. Ja, het is heel moeilijk om de juiste man te vinden. Nee, ik zal niet wanhopen. Dag, Philippe. Dames en heren, de marketeer van het jaar, Bieke Krukke!
Dank u. Dank u. Zie. En nog een tournee met aan Pascal en nog eens hetzelfde voor mijn Arabische vriend hier. Nee, geen thee, mijn thee, nee. Allee, gaat als u een nationaal aan drank zit. Pascal, ik heb mijn weg. Miljard. Als ik die flauwe plezanten onder mijn pollen krijg, hè, die mij dat heeft wijsgemaakt. Ja, maar ik krijg telefoon van Volksgezondheid dat ze vandaag komen inspecteren. Met een speciaal kuisploeg. Heel de boel laten desinfecteren. Vandaag geen man gezien, hè. Ja, maar dat is al een derde jaar op rij, hè. Maar Balthazar toch. Weet je wat ik begin te denken? Nee. Dat Waterslagers hierachter zit. Kom, typische leugen, humor bij gedacht. Meneer Boma, zeg dus goeiedag hier tegen mijn vriend Ali Ben Ghali, een sheik uit Kuwait. Serieus? Uit Kuwait? Ja. Zo wijf. Salaam alaikum. Ja, good day, Mr. Sheik. Are you here for business? No, not so direct. No, for investment. Allee, voor investering van hobby. Voor duif, die duif van Vechna Kochtermans. Allee zeg. En spreekt een beetje Nederlands. U, klappen met mij. En uw tijd niet verdoen met die vliegende karkassen van vier dagen. Oh, dat is een beetje uw manieren, hè. Ik jij ook duiven? Vele beter. Vele beter. Zo sizen. Zo sizen. Jap. Hey, Boma, de sheik die heeft een oliebronzer. Wat moet die met uw sizen gaan aanvangen? Die gasten die daar op die olieplatform werken, moeten die niet eten misschien? Ah. Ah, maar kun je ze beter geven dan Boma borst? Wie? 100% full pig. Zeg, Boma, dat is een Arabierse, hè? Ja, zo wat. Oh, die mogen toch je varkenvlees eten? Ah, nee, zeker. Wat gaat je ze geven misschien? Kamelenvlees? Sausissen met bulten? I make new sausages for you. Boma Arabica. De smaak van de woestijn. Ja, worsten met zandsmaak. Origineel. Kom, Ali, we gaan nu die verkoop regelen, hè. Ja, edele Vlaamse vrienden, salam alaik. Ai, kom. Ella, pardon. En al die tournees, dat is wel 100 euro. Ali, betaalt jij dat even? Oeh, ik? Ah ja, dat is Vlaamse gastvrijheid, hè. Dus de gast betaalt. Ja, wist jij dat niet? Ja, ik zou dat ook kunnen betalen, zeg maar. Dan gaat jij je zwaar beledigd voelen, natuurlijk. Hè. Ja, maar ik heb geen geld nu. Ah, nee. Laat zitten, copain. I pay and go. Merci, voorzitter. Voorzitter? Ja. Hebben wij die hier verteld, gij grote voorzitter van grote voetballenploeg, hier. Allee zeg. Ja. Ah, wel ja. So, I pay your proof. Ja, ja. En later, we talk over Boma Arabica. Allah zal het u lonen. Allah, bonheur. Hier, Pascal. Vind dat een toffe kit, die een Alibaba. Heb je Waterslagers nu al gezien vandaag? Balthazar, dat was Xavier. Wie? Die verkleedde Arabier. Sheikh Ali is Xavier. Xavier is Sheikh Ali. Is dat Xavier? Goed geprobeerd, Pascal. Maar je weet, om mij liggen te hebben, moet je vroeger opstaan. Hè? Bedoelt je? Ja, 1 april. Bij Ali Chinezen, maar niet met een deze. Hela. Hoi. Dag, Bie. Wij kopen niet aan de deur, meneer. Excuseer, maar ik dacht dat Bieke Krukken hier woonde. Bieke Krukken? Ja, natuurlijk woont hij hier. Waar anders? Kom binnen. Ik denk dat ik even moet gaan zitten. Hoi. Voelt u niet goed misschien? Nee, ik... ik had niet verwacht dat u hier zou zijn, meneer. Oh, zeg maar Mark, hoor.
Ah, Mark, ja? Aangenaam. Ja. Ben Philippe de Donder. Ah, dan zei jij degene waarvoor dat Bieke speciaal dat kortroksken heeft aangetrokken. Hoe? Voor mij? Ja. Natuurlijk. Het was zelfs mijn schuld. En jij zei het... Ja, ik heb het toch juist gezegd? Ik ben Mark. Mark, ja, maar je vindt dat geen probleem. Wat? Dat ik Mark ben? Wow. Ik bedoel, met Bieke, dat kortroksken en zo, vindt dat geen probleem. Oh, ik moet haar laten doen. Anders dan heb ik toch maar een bras. Schatje, ik heb kipfilets meegebracht. Ja. Dag, Bieke. Philippe. Ja, Philippe. Ik was hem juist aan het vertellen dat je speciaal voor hem dat kortroksken hebt aangetrokken. Oei. Philippe, wat een verrassing. Ja, ik... ik kwam... Bieke, je had toch gezegd dat je single waart? Ja, ja. Die Mark dan? Momentje. Zeg, waarom vlieg ik buiten? Mark, ik leg je dat zelf eens wel uit. Jij moet nu even hier blijven staan. Begrepen? Nee. Tel tot 100. Hè? 1, 2. En Philippe, hoe staan de zaken? Bieke, wie is die Mark? Mark, dat is mijn broer. Ja, dat is hem, mijn broer. Niet mijn lief, hè. Oh, nee, het idee. Mijn broer, dus, ja. Ah, dat is uw broer? Ja, ik woon samen met mijn broer. Maar waarom noemt je hem schatje? Dat is zo van zijn kindertijd. Iedereen die noemde hem zo. 100! En waarom woont je met hem samen? Vertel het aan niemand, hè, Philippe. Nee. Maar Mark is nogal een rare. En ik ben de enige bij wie hij zich goed voelt. Iemand moet voor hem zorgen, hè. Ja, ja. En uw ouders dan? Die? Wij zijn weeskinderen. Al vanaf mijn 10 jaar. Bieke, maar dat wist ik niet. Ja, dat is erg, hè? Dat is heel erg. Wilt je me even excuseren? Ja, ja. Ja. Bieke, ik wil binnenkomen. Mark, jij bent mijn broer. Serieus? Maar die Bieke, daar wist ik niks van. Mark. Ja, maar en... Maar oeh, wij slapen in hetzelfde bed. Philippe, die ja. denkt dat jij mijn broer bent. En ik wil ook dat dat zo blijft. Begrepen? Hé, waarom stommer ik? Waarom denkt hij dat? Omdat ik hem dat verteld heb. Hé, huh? En jij moet meespelen, hè, Mark? Oké? Ja, maar ik begrijp het niet. Het is voor 1 april. Ja. Ah. Ja, Mark, voor 1 april. Allee, Bieke, zeg dat dan. Ja. Amai, nu gaan we die Philippe eens goed liggen hebben, hè? Ja. Hier zijn we terug. Ja. Bieke en haar broer. Sorry, Philippe, maar ik heb nog altijd niet gevraagd wat je hier komt doen. Ja, allee. Vertel het eens. Aan mijn zus. Ja, misschien ben ik een beetje te voortvarend, maar... Heb je geen zin om vanavond iets mee te gaan eten? Iets te gaan eten? Ja. Wij? Ah ja, natuurlijk. Oh, ik denk niet oh, dat... Oh, tof! Allee, Bieke. Het is echt al heel lang geleden dat wij nog samen op restaurant zijn geweest. Wij gaan mee! Maar Philippe, die bedoelt dat zo niet. Maar Bieke, je hebt het ook zelf gehoord. Hij heeft ons uitgenodigd. En Philippe, om hoe laat spreken we af? 1:30 zeker. Oh, 7:30. Oké. Okay. Afgesproken. Hmm. Hoi! Dat is mijn zus. Dus ik, Fernand Kostermans, verkoop een ander getekende bij een prijsduif Archibald voor de som van 25.000 euro. Ik denk dat in orde is als je die wilt nakijken en tekenen, alstublieft. Kijken. Voilà, ze. Op de verkoop. Jammer dat jij geen alcohol mocht drinken, hè? Zo'n godendrank. Mm, mm.
Zo, dat is dan prachtig in orde, hè. Gaat jij mijn Archibald nu meenemen? Of? Nee. Mijn chauffeur komen halen, die doeif. Ja, ik ga mijn Archibald missen. Maar ja, kan mij misschien troosten met uw centen, hè. Kan er misschien een nieuw kamionet mee kopen. Of ja. Op cruise gaan naar de Bahamas met Carmen. In uw dromen, ja. Alsjeblieft. Zo zeggen bij ons. Ik laat u dromen. Ah, merci, ja, dat... Sheikh Ali. Ja. Die gelooft het al, hè, Paul. Paul gaat er moeten bij zijn. Precies wel, hè. Is dat nu bijna gedaan met die 1 april ja, bijna. Nog juist aan Fernand vertellen dat hem geen rotte Frank zal zien. Zie, die gaat afzien. Man. Miserie. Fernand. Carmen. Xavier had het juist over u. Ja? Fernand, hoe is het met de zaak? Goed, heel goed. Dank u, daarom ben ik hier eigenlijk. Hè. Ja, ik kan mijn geld halen. Uw geld? Welk geld? Jawel, dat miljoen van mijn Archibald. Xavier, zegt u niet dat je dat vergeten bent, hè? Ik weet van niks. Xavier, jij denkt toch niet dat ik u niet herkend heb, hè? Zeg. Ik ken niet veel Arabieren die met een keukenhandtuig op hun kop rondlopen. Bravo, Xavier. Allee, dat was dus een heel geslaagde farce, hè? Jammer. Ja, voor betalen, Xavier, jij hebt een contract getekend, hè? Nee, ik heb geen contract... Nee, Sheikh Ali Benghali heeft een contract getekend, niet Xavier Waterslagers. Tja. Hier staat getekend Xavier Waterslagers. Laat zien. Dat is niet serieus. Je hebt mij afgeleid met dat flesje bier. Hoe dikwijls heb ik dat al gehoord? Maar of over. Nee, Fernand, toekom. Je gaat Xavier toch niet doen betalen? Nee, zeker. Betalen of de rechtbank. Aan u de keus. Allee, Fernand, doe het dan voor mij. Toe. Zeg, madame Carmen, daar ben ik nu echt niks mee. Zeg. Jawel. Het ene plezier is het andere waard. Als jij Xavier dat miljoen kwijtscheldt, dan breng ik de avond bij u door. En dan behandel ik u precies alsof dat je mijn ventje waart. Zoek het mee! Zwijg, Xavier, het is allemaal uw schuld. En wat vind je van mijn voorstel? Akkoord, madame Carmen. Ik ga direct mijn kot opkuisen. Ja, allee, tot straks dan, hè. Sjoeke? Ja. Sjoeke, ik verbied u om vanavond naar Fernand te gaan. Oh, wat zou ik aandoen om Fernand te plezieren? Met Jartelle. Ja, maar Sjoeke, ik verbied u naar Fernand te gaan. Hè. Ik verbied het u, hè. Ik verbied het, hè. Xavier, ik denk niet dat ze zich daar veel van aantrekt. Ik haat 1 april. Dus, Mark... Jij zegt zo weinig mogelijk, hè? Een hele avond lang. Ik zal het gesprek wel voeren. Oké, okay. Het zal plezant worden. Ja. Hallo. Dag, Bieke. Dag, Philippe. Hoi. Oh, Philippe. Bieke, Mark, dit is Mart, mijn nicht. Huh? Ah. Ja, ze is ook alleen, dus ik dacht, waarom nodig ik ze niet mee uit? Ja? Jij bent dus die Mark. Ja. Oh, ik heb al zoveel over u gehoord. Ah ja? Van wie? Ja, van mijn neef natuurlijk. Uw neef? En? Is dat echt uw neef? Of doe je maar alsof? Nee, dat is echt mijn neef. Oh, maar je bent wel een mafketel. Ja, ja. Maar ik heb dat graag bij een man. Oh, ik ook. Wow! Oh, ik ga dat wel niet doen, hè? Nee. Oh, kunt jij... Oh, ja. Kom. Ja. Philippe, wat heeft dat te betekenen? Ja, Marti is ook alleen, dus ik dacht... Als ik haar nu meeneem als gezelschap voor Mark, dan hebben wij wat meer tijd voor onszelf. Ja, maar Philippe, dat kan zomaar niet. Au! De winnaars! Amai, zijn jij altijd zo'n wilde? Heb ik pijn gedaan? Ja. Oh, ik zal er een kusken op geven. Wat? Mark! Hou daar onmiddellijk mee op. Oh, allee, Bieke, ik heb toch niks gedaan? Kom, ik heb er toch honger van gekregen. Ja, kook. Gaan we door? Ja.
Allee, al een vacht. Ja, maar een bieker, kom. Zo. Amai, wat een schone inrichting. Ja. Oh. Zo'n grote poster. En zo stijlvol. Dat is om mij te inspireren. Begrijp je? Ja. Oh. Ja. Oh. Ik zal wat sfeer maken. Zo, hier zijn we nu, hè? Ja. Ah, oh. Dan Carmen. Als je wist hoe dikwijls ik hiervan gedroomd heb. Ja. Dat is normaal, hè, Fernand. Ja. Ik ben onweerstaanbaar. Ja, enorm. Jij meent dat toch, hè? Dat je mij gaat behandelen als uw eigen ventje? Oh, vanavond zijt jij mijn ventje. Oh. Hm. Maar je bent wel een beetje stout geweest om mij tot hier te krijgen, hè? En weet je wat ik doe met mijn ventje als hem stout is geweest? Nee. Heel stout. Nee. Kom, ik zal het eens in je oorken fluisteren. Maar zou je niet eerst dat contractje kapot scheuren? Ik weet niet. Ja, anders zeg ik het niet, hè. En dat zou toch heel spijtig zijn, hè. Allee dan. Wat doet je met een ventje als hij heel stout is geweest? Dan, hè? Ja? Dan doe ik hem. Wat? Op de zetel slapen. Wat? Allee, hup van dat bed en dat kun je er niet meer zien. Zeg maar, dat is niet eerlijk, hè. Behandel ik u gelijk, Xavier, of niet vooruit de kamer uit? Ja, zeg maar, dan gaat het niet door, hè. Dan eis ik mijn miljoen terug. Welk miljoen? Datgene dat je juist kapot hebt gescheurd. Veren. Hier, wat een miserie, wat een miserie. Weet je, zo'n zonsondergang op de Kilimanjaro, dat moet je meegemaakt hebben. Raak! 3-2, Markske. Ja! Ook raak. 3-3. Leuk. Houd er onmiddellijk mee op, ze vliegen weer buiten. Zeg, zet jij zijn zus of zijn moeder bij amuseren ons gewoon een beetje? Wat is uw droomvakantie, Beke? Wat? Uw droomvakantie. Hallo, hallo, hallo. Oh, Mark, jij bent echt een toffe gast. Ja. Ik snap niet dat jij nog alleen bent. Ja, maar ik ben niet alleen, hè. Ik bedoel, met een zus zoals Beke voel ik mij niet alleen, hè. Ja, maar er zijn toch dingen die je niet met je zus kunt doen. Zoals? Hoi. Dansen bijvoorbeeld. Kunt je de salsa? Kom, ik zal het u leren. Het is niet moeilijk als je gevoel voor iets meer hebt. Ayer me encontré con Lola de Barranquilla. Eindelijk. Nu hebben we eindelijk wat tijd voor elkaar, zo. Ja, dat is waar. Olé! Hallo!
Weet je, Bieke, als we met uw bureau gaan samenwerken, dan gaan we elkaar binnenkort veel gaan zien. Hè? Ah ja, dat is juist. Kom, we gaan dansen. Oh, mijn voet, ik moet even gaan zitten. Gaat het? Alleen dat is goed, nu hebben wij meer plaats. Ja, maar ik ben een beetje moe. Ik ga terugzitten. Ja, maar niet... Xavier, zeg, je maar, jij gaat toch geen domme dingen doen, hè? Polsen moet meekomen. Ik wil dat Carmen meekomt. Ik kan dit niet verdragen. Niet eerlijk, hè. Ik vind dat dus niet eerlijk, hè. Als jij niet meer wilt meespelen, dan moet jij weten, hè. Zoeken! Xavier. Ja, Fernand. Xavier, je mag ze hebben. Man, ik heb compassie mee. Sjoeke, ik dacht dat jij met hem... Wat is er gebeurd? 1 april, Sjoeke. Bedankt. Het was heel lekker. Allee, de avond is toch nog voorbij, hoop ik. Ja, maar ik ben een beetje moe. Ik wil naar huis. Oh, ik nog niet. Wel, dan gaan wij nog een stapje in de wereld zetten. Lekker verder gaan dansen. Ja, maar hoe raak ik dan thuis? Je mag bij mij blijven slapen. Dat is een uitstekend idee. Ieke, dat is toch perfect? Zet, wij zijn gelukkiger, dan kunnen we elkaar ook zo wat beter leren kennen. Nee, ik wil niet dat Mark bij Marten blijft. Je broer mag toch doen wat hij zelf wil, zeker? Mijn broer wel, ja. Maar mijn lief niet. Nu heeft ze goed liggen, hè? Liggen? Maar Mark, ik dacht dat jij mij graag had. Maar ja, ik heb u graag. Maar ik ben al bezet. Bravo, Philippe, dat heb je weer fantastisch geregeld. Goedenavond. Dag. Allee, waarom? Oh, ja, Philippe, sorry, maar ik wilde echt heel graag die opdracht. En je moet begrijpen dat ik dan... Ja. Allee, ja. Ik denk dat ik maar beter ga. Morgen is er een marketingbureau heel blij met mijn beslissing. En jij zult het zeker niet zijn, juffrouw Krukke. Oh. Schatteke... Ik zou het echt goed begrijpen als jij nu heel kwaad op mij zou zijn. Maar nee, Bieke, ik ben niet kwaad. Maar ik was wel liever bij Marta blijven slapen. Zo'n toffe. 1 april.